omhoog, omhoog, beneden, links, rechts, omhoog, rechts, links. Yes, yes, yes. Ja, ja, ja. Hij staat nog een sharpshooter. Ik had net sharpshooter opgenomen. Scherpschutter. Tegen hackers, toch? Ja, nee, geen hackers. Nee, maar gewoon aan het boosten. Dat is zo irritant. Ja, maar, hoe de fuck haal je die... Ik snap twee dingen niet met partygames. Ik zei het in mijn aflevering ook. Ja. Dat je gaat campen in een partygame, of dat je gaat boosten in een partygame. Ja, dat staat helemaal nergens. Dat zieltje. Ja, dat staat sowieso nergens. Nee, maar ze willen een nuclear halen dan in... Huh? Zo, A20-0. Ik denk, hè? Ineens, en iemand anders had 0-0-14. Ja, dan houdt het alweer op voor mij. Dan weet ik alweer van... Ja, maar what the fuck heb je gaat boosten? Ja, vaak zijn ze bezig met wapens. Hij is aan het zoeken trouwens, voor jullie dat je niet weet. Ja, het is gewoon, het slaat helemaal. Daarom moet je gewoon al die shit eruit gaan, zo nucleus en zo. Gewoon geen medaille, gewoon hoppa, gewoon voor de mal af. Ja, het is wel leuk als je nucleair kan halen, omdat je nucleair kan halen natuurlijk. Ja, maar mensen gaan er wel voor kutten. Nee, eigenlijk moet het in free-for-all modes uit. Dat moet je doen, want dan gaan ze even boosten. Free-for-all is ook heel erg. Dus, ja. Nee, ik bedoel free-for-all mode. Kijk, wel heet nou, Gun Game is ook een free-for-all mode. Dit ook, dat is free-for-all. We spelen met de party, maar je speelt 1-1-1-1-1-1. En daar moet je het uitzetten. Dan wij doen. Spelen nog voor de gein dit, snap je? Gewoon dat we gewoon... Ja, maar ik kill liever jullie dan de gasten nog. Ja, nee, ik bedoel... Wij zijn het andersom, wij boosten niet. Ik kill liever vis dan dat ik die gasten kill. Ja, snap je? Dat het onderling is, snap je? Doe, maar het is ook heel makkelijk bijvoorbeeld als je met z'n gewoon allemaal met z'n allen gun game gaat doen, bijvoorbeeld, ja? Kijk, en jij loopt alleen maar op mij af de hele tijd. Iedereen loopt op me af. Dan kan ik gewoon chain kills halen en dat soort dingen. Heel dan makkelijk. Dan moeten wij niks doen. Ja, dan moet je helemaal niks doen. Maar wel, nee, wel naar me toe rennen. Maar dan haal je wel al die medals, dat bedoelt Fish. Die medals, want dan krijg je heel snel... Op school kun je inloggen op je PlayStation, want vaak op PlayStation ja. Veel gespeeld. Account. Kijk even, kijk wat ik allemaal heb al. Ja. En niemand weet dat die gast geboekt. Kijk hoe vaak ik al een nuclear heb, hoeveel ik al merciless heb, hoeveel ik al dit en dat. Ja, dat is allemaal, maar ja. Zo worden en die jochies onderling, zo gaat het echt. Vertrouw maar, ik heb met Shane natuurlijk middelbare school al die discussies gehad vroeger en al die dingen meegemaakt. Zo gaat het echt in die klasse. En mensen gaan het doen omdat ze anders niet erbij horen, want ze zijn veel slechter. Maar ja, niemand ziet hoe ze met hun andere vriendjes niet op hun klasje te spelen. En ja, die zien dus niet helemaal niet door dat ze het gewoon bij elkaar geboost hebben. Maar toch lijken ze door een KD wat hoger is net even wat beter geworden. Heel veel medals gehaald hebben. Nuclear heb ik al 10 keer gehaald. Nou ja, 9 keer geboost. Of 10 keer. Ja. Maar ja, zo gaat het bij de jochies. Yes. Bij de meest. Niet allemaal, yes. Maar ik werk ook op middelbare school. Zo gaat het. Nee, maar je hebt gelijk. Ik weet het ook. Maar zo gaat het ook gewoon. Zo zie je het ook wel eens. Dan denk je van, kijk ik zo'n ding terug. En dan zie ik echt gewoon helemaal niks doen. En ze rennen allemaal op elkaar af. Ja, gek hè, dat je het haalt. Ja. En dan ben je het nog in de bovenbouw. In Gun Game kan je het bijna niet halen. Heel makkelijk een chain kill. Want dat is echt lastig. Omdat je ook wisselt van wapen. Snap je? Dus dat is wel heel erg lastig. Maar bijvoorbeeld in sharpshooter kan het wel, hè? Heel makkelijk. Want dan heb je gewoon je één wapen. En als je een LMG hebt de hele tijd. Yep. Alles film. Wat de... What the fuck? Fuck. Oh, ik stond in het schieten. Ik ook. Dat kan ik ook. Het zijn een irritante test die zijn. Dat je al stopt met schieten en je telt de kill eigenlijk. What the fuck? Ja, die was echt schelen één voor mij. Oh my god. Wie kill je daar? Ik moet reloaden. Het duurt echt 6,5 uur. Nee, ja, Nah, 2 keer door John op rij. Nee! Nee, hoe ben ik nou genaaid, joh? 2 keer door John op rij gekild. Hé, van die bitch execution eraf. Wat is het irritantste wapen waarmee je gezet back kan worden? Welke, denk je? De shotgun. Executioner. Dat je daar terug moet opnieuw. En die kreeg ik. Hé? Activist. Ja, maar radar klopt ook geen reet van, hè? Gewoon moet hem op always zetten, gewoon. Nee, dat kan always. Niet, dat kan niet, hè? Always. Ik heb geen always. Nee, eigenlijk niet. Ik doe gewoon ze. Moeten gewoon een advanced UAV doen. Gewoon okay, de maak. Okay, ja. Gewoon dat je dat gewoon alle hebt. Ah, joh. Het is gewoon vrij irritant dat je dood kan gaan. Dit dat je is net echt fucking irritant. Waarom overleef je? Jij het! Oh! Nee! Hey! What the fuck? Oh, nee. Ik stopte, hè? Ik dacht ik hem had al. Maar... Ja, dat dacht ik ook. Want ik wil niet veel zeggen, maar ik sta gewoon bovenaan, hè? Want ik ben de boss. Ja. Wat zei je ervan? Oh nee, Fischer, dat is op de healspot hier dan. Daar zit hij een beetje gewoon aan het lopen, heb ik. Heelspot, ja, ik heb godverdomme 4 man omheen. Iemand schoot. Ik heb 3 man gekild. Ik heb triple kill in beeld. En vervolgens, ja, was je weg. Vis weet dat je kan lopen in de game. Die weet gewoon dat je... Wat? What the fuck, headshot? Let is de Kingfish op een shot kunnen wezen? Ja, maar hij heeft 2 keer mij gekild, dus dat is Dat is slecht, gewoon bij jou. Fish, kut, ik wist het. Dat doet een vader. Yo, sterf. Wees gewoon terug als je let hebt dan. KUT! KSG? Ja, en daar wie jij? Nee, iemand anders. Ik ben gekild door een KSG. Ah, dat is Mr. Kingfish. Kom op, dik.
Ja, en is je optic dood? Oh nee, daar is hij. Krijg de tering, zo. Ja, ik dacht je optic. Krijg een headshot. Mooie keer terugpakken. Oh, paal. Oh, wat een geluk. Ik was bijna iets bij mijn... Bij mijn DSR nu, hè, bitch. Oh, weer John! Ja. Oh, beauty. Kijk de tering. Ik word helemaal gek van de Repco sniper. Hij heeft veel te veel gesniperd. Nee, maar ik ben ook echt een faceboy. Nee, ik heb hem gewoon iedere aan alle 80 hitmarketing gekregen. Heb toen, waardoor ik het niet meer win. Nee! Oh, die RPG ging vol op zijn bakken zetten. Toch eigenlijk niet. Jongen. Hitmarker. Kill je nog en weer killt John me, hè? Daar word ik toch helemaal freaking helemaal tering gek van, hoor. Nou ja. Oh, ik word ik word gedraaid terwijl ik bij mijn crossbow ben. Hé, wat jammer nou. Ah, heet maken, ik kom niet omdraaien. Ben je echt een tyfuslaaier hoor, dat meen ik echt. Hey, nee! Dankjewel, Pik. Fucking hell zeg, krijg de kleren, klerenleier. Oh. Vind je ook goed? Kan leren, reload dan, kut ding. Ah, fuck dit jongen, fuck dat. Zo ik ben al een UBS'n sniper, jongen. Ik word helemaal gek van. Ik kom ook niemand tegen die ik gewoon kan killen. Dat is ook kut. Nee, ik ga echt zo snel. Fish, flikker op als je mij... Nah, what the fuck? Dat was ik. Oh my god. Oh my god. Nee, ik mis weer! Oh jee. Ja! Oh nee, mijn schuld. Sorry. Mijn schuld. Jezus mensen, wat is echt een... Ik wou je knife, trouwens. Zag je niet, Remco? Nee, maar... Ik was zo dicht op je, zeg maar. Ik wou je knife, maar... Deze was niet zo moeilijk. Ja, ik zat weer de hele tijd vast. Zijn hand, kijk dan. Dat is pijnlijk, toch? Hij kan in ieder geval zijn wapen niet meer doen. John, 9-11 en hebben 5 keer gekild. Hij heeft serieus 5 keer gekild, hè? Gewoon echt niet normaal. Hé, hey, Remco, ook 200 punten. Maar, wat gaan we doen, jongens? Weer raid? Nee, toch? Nee. Random? Ik weer, of Oh my god. Nou. Ja. Wat? Ik gok express. Express? Ja, express. Nee, toch gewoon raid gewoon dan. Trouwens, jongens, jammer dat jullie niet dit weekend naar Twitch YouTube Gathering komen. Nee, hey, jammer. Sorry, jongen. Ja, dat is wel jammer, vind ik. Toch? Had het wel leuk geweest, Rob Haal. Waarom zegt iedereen altijd Dutch YouTube Gathering? Waarom niet gewoon Gathering? Dutch YouTube Gathering? Ja, dat we ook naar het Italiaanse en naar het Noord-Tsjechische gaan en zo, snap je? Het is gewoon, ja. Ja, je hebt ook de Belgische. Ja, er komen 2 man. Ja, dat is wel het voordeel. Daar heb je wel meer fans dan YouTubers. Ja, want hier heb je in Nederland meer YouTubers dan fans tegenwoordig. Ja. Hoe vaak komen we niet krijgen, ook op een Gathering of zo, denk je dus, van een fan krijg je de vraag... Ja. Waar neem je mee op? Hoe ga je dit? Hoe ga ik beginnen? Hoe kan ik groot worden? Ja. Nou, als je jou zou vragen hoe kan ik groot worden, dan moet je zeggen, maar dan moet je net zo goed worden. Maar ik weet zeker dat Ronaldo die vraag niet krijgt als hij voetbalt, snap je? Gewoon, die gaat op de fansfoto, dat is Ronaldo goed, maar die gaat niet vragen. Van, moet ik ook mijn kicks en zo, moet ik ook zulke veters kopen, hoor? Ik kan ook proefvoetballen voor. Klopt, zeker. Ja, nou, we gaan weer, jongens. Een scuff kicken van vanuit. En Fish, of station. Kutzooi, karaoke komt er. YouTube is hij ook van, hij doet ook YouTube. Oh, dat één kogel. Hoe vaak dat er alweer. Hoe dan? Hoe vaak dat ook trouwens niet tegenkomt, hè? Ja, die was mooi, hè? Ik zeg dat ik Malek switch op hem. Krijg dat. Kom op! Nee! Ah, nasty! Motherfucker! Wat? Ik ben gewoon pro. Pro, Dat is toch echt helemaal nergens op, denk ik. Oh, fucking hell. Even kijken, Zo. Nou, flikker, gauw mij toch. Nou, dat kan dus kijk, echt. Kleren, ja, ik moet weer een hitmark, hè. Ik heb 2 hitmarks met KSG. En dan rent hij weer weg, die bitch. Ah, hij gaat er maar eentje brand op zijn kut liggen. Ah, en er komt Fish achter me. Krijg de fucking flikker, flikker. Ja? Naam! Ik zo, mijn spoor is aan... Als je me even eens... Naam, dat kan nooit! Ah, tuilen, camphoer. Hij heeft hem ook nog, alleen... Weer een headshot, derde keer zo... Nee. Kom op. Nou, flikker op, man! We hebben echt een achterbakse tyfuskind, hé! Ah, helemaal achter blijven hangen.
vuile bloedhond. Die vis, vis? Wat, vlees? Nee, iemand anders. Ik wil nee, iemand bloedhond. Bloedhond. Ah, joh. Nou, ik ren weer voor Piet Reen, ren ik overal naartoe. Nou, weer iemand. We voor de katse kut. Oh. Oh. Nee, nou, eindelijk kwam ik hier iemand tegen, jongens. Huh? Nou, wat een mazzel. Eerst stuurt hij mijn keelvis. En daarna kilt hij me weer rond, recht ook. Nee. Ja, hij heeft echt zo'n lekswitje aan staan volgens mij, die hond. Nee! Fucking hell. Nou, kom ik in... Ja, het lijkt, dat is de pest. Ik schiet nou met de kingvis in. Nee! Ik kan hem niet raken. Schiet je op mij? Ja, ik heb wel hitmarkers gehad. Ja, nee, ik had ook dood moeten zijn. Ik raak je 10 keer met mijn... 10 keer? Oh my god. Je ging gewoon niet dood in mijn beeld. Lekswitje. Nee! Kut, nee. Blokkeren! Kut! Ballista. Ja, wat een laggy crappiness. Hoe kan dat nou, jongens? Weet ik niet. Ik leeg schieten nou, om te killen. Krijg door, je hebt een mazzel, Paul. Oh. Ik wil de ballista, dat is echt one... Ja, moet er ook zijn, Nou, what the fuck? Oh, ik switchte van wapen. De snelheid was het gewoon, jongen. Hé, hey, raad wie er bij de bezoekers is. Ja! Lagswitcher. Het is niet neten. Ik zoveel kills meer moeten hebben. Tering jong. Echt waar. Nou, wat ben ik ook aan het paal even. Nee! Nu, ik had hem! Ja. Oh, die heb ik al. Oh! Ow. Nou, weer gesniped worden door die tering Remco Admiral. Nee! Godver, ben ik nog een last kill ook. Deze had ik zeker moeten winnen. Dat sloeg echt helemaal nergens. Ik heb echt gewoon een kwartier met dat single shot tyfus ding lopen kutten. En ik heb echt John schoten kwartier. En dat kost me gewoon echt 40 seconden of zo. Dat is gewoon niks kill op 5 seconden. Ja, ja. En ook niet doodgaan, hè? Gewoon 40 seconden lang rondlopen en hitmarkers krijgen. Ja, ik weet het. Maar ik had net er ook torque, maar ik had mazzel. Torque de twee keer achter elkaar raken. 360 doen, fish of zo. Nou, ik vind hem onterecht. Ik vind hem gewoon winnen, is lekker. Vind je niet? Klopt niet. Klopt niet. Bye bye! Eet voor eet. Daar. Daar.